Bols en beers, welkom bij weer in een nieuwe video. In deze video allemaal aanvragen, waaronder een Gala, een Dent, een Junfi, een SRM, een GRT, een Silica. Maar ik, ook, ik eindig ook met wat coins die ik uh, wel leuk vind. Dus vind je dat allemaal leuk? Blijf zeker hangen. Ik probeer er ongeveer een half uur tot drie kwartier van te maken, dus pak wat de drinken erbij. Ben je nog niet geabonneerd? Kijk de video dan even af. En wellicht als je er wat aan hebt, abonneer dan, dan help je mij enorm mee. En voor alle nieuwe abonnees natuurlijk hartstikke bedankt voor het abonneren. Laten we beginnen. Iedereen natuurlijk bedankt voor het kijken. Ik treed en investeer zelf al vanaf 2013 in de crypto. Ik begin meestal in mijn video's met bitcoin, omdat bitcoin de leider is in de cryptomarkt. Niet van alle markten, niet van de financiële markt, want daar kom ik straks even op terug, op de dollarindex. Bij bitcoin blijf je nu dus eigenlijk gewoon nog steeds op het stuk hangen. En dat is al maandenlang. En dat geeft ruimte voor de alts om te groeien. Nu heb ik in dit gedeelte eigenlijk gezegd van als je hier uitbreekt, dan wordt het al wat interessanter. En dan ben je dus uitgebroken. Je test het level weer en je blijft erboven hangen. Waar je nu eigenlijk op moet letten, is dit level. Want hier krijg je de, vanuit deze resistance lijn krijg je dus elke keer resistance. En nu is de vraag of je hier kan uitbreken, of je uit deze kan uitbreken. En dan, dat staat gelijk aan die hele grote resistance lijn, die je al vanaf november 2021 hebt. Of november, ja, november 2021. Daar loopt die trendline. Als we daar eenmaal uit kunnen breken. Dan kunnen we eindelijk een keer wat lucht verwachten, want dan breek je echt een goed down patroon, waardoor je eindelijk een wellicht een goedere bounce kan maken. Gebeurt het niet, blijf hier die resistance vinden. Ik heb ook wel meer dit patroon uh, meegegeven, waardoor je wellicht wat lager kan gaan. Kijk de video terug van een weekje terug ongeveer. Maar voor nu, je krijgt hier gewoon wat, het laat gewoon steeds weer wat ruimte zien. Je houdt het level ondanks slechte nieuwsberichten en dat geeft gewoon wat vertrouwen. Al eerst de wereld gewoon nog op zijn kop. Dat moet je gewoon echt beseffen. Eén slecht, echt goed slecht ding kan hem gewoon helemaal naar beneden behalen. Omdat je dus zo laag bent. Maar je ziet ook bij de dollar onderaan. En die zal ik even vergroten. Daar krijg je nu een stukje resistance. En dat is het eerste. Of tenminste weer het eerste resistance sinds juli, denk ik. Tenminste, hier krijg je even goed resistance. Het kan allemaal nog beter. Want je maakt een sustainable move. Dus het kan zomaar hier zijn resistance vinden. Ik gaf ook wel het plaatje vorige uh, video. Waar ik de dollar meenam. Dat je wellicht nog een stukje hoger kan gaan. En een stukje hoger heb ik hier. En natuurlijk deze toppen waar je al een paar keer die resistors vindt. Waardoor je echt 20 jaar hieronder blijft. Nu kom je voor het eerst in 20 jaar weer in deze, in de, op deze levels. Dus we moeten het maar zien. Ik zou hem niet onderschatten. Want hij is dus. Of uh, tenminste, de, die dollar is heel sterk geweest de afgelopen tijd. Dat betekent niet dat. Het, als je nu in één keer wat zwakte ziet. Dat het gigantisch wel zwakte Neem Neemt ook niet weg dat het. Uh, ja, natuurlijk. Uh, Tegenover een roebel staan, maar ook tegenover de Japanse en de Chinese eh, valuta. Eigenlijk alle valuten in de wereld tegenover de dollar, dus ook Bitcoin en alle andere dingen, staan hier tegenover. Dus als China iets sterks doet of iets anders sterks wordt, dan zie je hier echt wel goede recessies op. En je maakt dus best wel een unsustainable move, want je groeit hier weg, komt nooit meer terug. Hier zie je in de mooie stapjes: je groeit weg, komt even terug, groeit weg, komt even terug. En vanuit hier blijf je maar groeien. En dan heb je hier wel een kleine retrace. En dan heb je hier de resistors van die lijn waar je al jarenlang de of, uh, resistance krijgt. En dat level breken en dan ga je ook best wel exponentieel groeien. Ja, dus de, de, blijf gewoon in de gaten houden. En dit is echt een goede graadmeter van wat er precies in de financiële markten gebeurt. Dus hou hem zeker in de gaten en ik zal hem ook altijd meenemen. Uh, dan wil ik naar de eerste aanvraag gaan. De eerste aanvraag kwam van NPL, dat was een Gala. Dat had ik ook vorige week meegenomen. Er op zich niet heel veel gebeurd, dus ik hou het wat korter. Ik denk dat, dat ik je terug ga verwijzen naar die vorige video. Uh, want ik heb hem best wel uitgebreid meegenomen. En op zich gebeurt er dus helemaal niet zoveel. Wat ik al meegeef is dat je wellicht nu uh, deze wik gaat opzoeken of gaat vullen. En die wik die gaat ongeveer tot en met de 3 dollar cent. Of precies dat de 3 dollar cent. En je bent nu dus bij de 4 dollar cent. Dus het kan zomaar zijn dat je heel even die bodem gaat testen of dat je hier die high -low, high low gaat creëren om eruit te breken. Wat je bij dit soort coins ook gewoon kan doen is wachten. En dat wachten, dat is wel goed, maar je moet dan ook scherp genoeg zijn om een beslissing te kunnen maken om uit die wachtpatroon te komen. Want je wil niet eeuwen blijven wachten en alles missen. Dus je kan wachten dat het hier doorheen breekt en dat je dan in een retrace wat gaat proberen, of dat je agressief al wat gaat proberen. Het is allemaal geen financieel advies. Het is mijn kijk erop. En hoe ik trade, dat is niet hoe jij moet treden. Want jij hebt een ander leven, je, je, ja, gewoon ander... heel anders. Maar in ieder geval, je moet gewoon altijd je eigen verantwoordelijkheid daarin trekken. En ook een eigen plan erin trekken. Dat is ook de bedoeling van mijn video. Zodat je een goed beeld gaat krijgen van de markt. En, maar dat je ook goede plannen kan maken. Dus als ik er hier wil instappen, dan wil ik weten waar ik eruit ga. Het liefst zet ik mijn stoploss hieronder. Dat is dus al een 25% naar beneden. Dat is wel een hele ruime stoploss. Dus dan zou ik hem al wat strakker weer liggen wat zetten. Om, als we daar naartoe gaan, dan kan ik in ieder geval nog een mooiere, lagere positie zetten. Maar ik weet dat dit mijn risico is. Die 25% die heeft testen is heel normaal en uh, ja, dat zie je vaak genoeg in de markten en je ziet er onder die gele lijn dat is een andere lower low creatie die zit op de 1.9 dollar en. maar dan zie je dat je gewoon nog een 50% risico onder je hebt vanaf de prijs van nu maar als we nu gaan kijken naar targets waar je hier ook al één keer bent geweest bij die 0.2 die 6 bij de 7.2 dollar cent heb je het over een 80% dan heb je hier de rode moving average op de 0.382 ik ga even tot deze targets heb je dan weer 143% bij de 9,9 dollar zijn. En verder moeten we maar kijken hoe ver we kunnen komen. Je hebt bijna bij elke coin wel hier ook nog een square. Maar dat op zich hebben we nog niet heel veel aan die targets. Bij sommige coins wel, daar kom ik ook nog straks nog even op terug. Maar bij de meeste hebben we heel veel aan deze targets. Of aan de targets dat je er hier vanuit deze kan naar beneden. Dus het geld dat echt die bodem breekt. Uiteindelijk moeten deze targets zijn de meest betrouwbaar. Ook al heb je hier nog niks qua target geraakt, dat is ook best logisch, omdat je onder al die moving averages zit. Dus breek je hier eenmaal uit, dan vind ik dit een veel belangrijker target. Die 8,7 of 8,6 dollar cent. En dan de 12 dollar cent. Dat zal ik straks ook even bij die andere coins uh, waar we langs gaan benaderen. NPL, in ieder geval hartstikke bedankt voor je aanvraag. Natuurlijk, uh, wat ik uh, eigenlijk met die grote targets bedoel, dan is dit natuurlijk het meest betrouwbare. Deze target of deze target. Maar daar zijn we nog lang niet. Dus we hebben nu wat aan deze targets en laten we de weg naar boven gewoon bewandelen en heel veel winsten pakken. NPL succes. Hartstikke bedankt voor je aanvraag. Ik kreeg er ook een paar van Jacco en Dent. <coughs> Excuses. Dent die is ook een beetje aan het doodgaan. Nou Weet ik? Volgens mij kraken hadden we die. Nee, geen kraken. Ik zal heel eventjes snel iets op wat ik zie dat ik nog niet heb gedaan. Bedankt voor jullie geduld. Even kijken. Dent. Jacco, hartstikke bedankt. Volgens mij deden we die toch wel op Binance? Ja, hier zitten we. Ook weer bij deze. Dus ik heb die kleinere targets. Hier zie je weer een groot square waar je niet op terug bent gekomen. Die grotere targets zullen veel betrouwbaarder zijn. En je ziet dat je net niet bent gekomen. Dus je hebt er nog net niet wat aan. Je hebt wel een idee van waar het naartoe kan gaan. Maar dat komt voornamelijk omdat je onder die moving averages zit. Je ziet dat je hier resistance krijgt. Je breekt door die moving average. Daarnaast vind je de support op. Daarna probeer je die andere te breken. Je pierst het, komt er buiten, toch weer resistance. En nu zit je weer onder die moving averages. Dus dat is het werk eronder. Dus deze targets vind ik het meest betrouwbaar bij Dent. Dat is weer really die 1. Oh, dit is weer met 2 achter de komma. Nog niet eens een kwart van een dollar zijn. Daarom zeg ik, probeer een eigen plan te maken. Dan zie je die cijfertjes allemaal wat beter. Ik ga het gewoon even in percentage doen. Even kijken, mijn risico. Als ik gewoon hier erin spring. Want je ziet het springt toch wel een klein beetje. Is 9% onder deze bodem. Dus daar wil ik in ieder geval een strakker stoploss onder zetten. Nog liever zet ik mijn stoploss hieronder. En dat is toch bijna 20%. Als ik dan ga kijken naar die targets. En wat ik al zei, voor jezelf te bouwen. En dat je op die targets komt. Ik ga niet die cijfertjes zeggen, 50%. Dan de 0.382 bij de 9, of 96%. Super mooie targets. Uh, ik hoop dat je er succes mee hebt Jacco. Voor de rest is het natuurlijk wel een pump en een dumb coin. Want je ziet hoe dood het hier is. Wellicht dat je weer die periode ingaat. Dus dat we deze targets nu helemaal nog niet gaan raken. Maar we weten niet. Misschien dat we het lucht van bitcoin krijgen. Of dat de markt een beetje power krijgt. Dat moeten we maar zien. En een andere aanvraag die je had was GLMR. En nou weet ik bijna elke coin wel te vertellen. Maar bij deze kom ik weer niet op die naam. Uh, bij deze wil ik ook wel duidelijk zijn. In mijn laatste video dus zie je hoe dood een coin kan zijn. Dit zijn niet de meest aantrekkelijke coins omdat er eigenlijk een bodem aan het zoeken is. En in mijn laatste video gaf ik dan ook dat we hier op een bodem. toch breek je die bodem weer. Je ziet die breekt hem, test het, test die breker en gaat verder. Waar wil je daar naartoe? In principe ben je ergens geopend. En je ziet ook hoe graag je daar naartoe wilt gaan om dit te vullen. Want hier ben je geopend, het is bij die 1500 zijn. Wellicht dat je helemaal daar naartoe wilt gaan het kan hier in één keer zijn support gaan vinden en dan wil je opletten dat het hier doorheen gaat breken. Als we hier eenmaal doorheen gaan breken, dan laat het wat power zien of in ieder geval wat support zien. Tot die tijd kan het nog makkelijk hier helemaal deze candle vullen. En dat gebeurt ook genoeg. Als ik heel even ga kijken naar, naar dat risico, wat je nog over hebt van die candle. 43%, dat kan elk moment over zijn. Hoor. Maar je kan hem ook helemaal vullen, wat ik al va vaker genoeg heb gezien. Uh, maar dat is even je risico. Laten we eens naar de targets gaan kijken. In principe zou ik echt super kleine targets aanhouden, want ja, zoals ik je laat zien, het is vrij dood. Ik begin eventjes gewoon vanuit deze candle, waar ik net die, bij die andere coins deze leg pakte. Maar ik pak deze leg, want hier breek je die bodem. En zak je eigenlijk naar beneden. En dan zie je ook hoe mooi Fibonacci dit level naar boven haalt. Je breekt die door en je vindt de hele tijd, je wil wel weer naar boven, maar je vindt de hele tijd de resistance op die lijn. En dan breek je weer een bodem. Als we dan weer een level aangaan, dat is deze, dus als we hier de support houden, dan, dan kijk ik naar deze targets. En wellicht dat we nog meer uit, vanuit deze kernel gaan krijgen, maar ja, dat moeten we gewoon gaan zien. Ik, de, ik hou me wel eerst even op deze targets, wetende dat deze targets de meest betrouwbaar zijn, deze iets minder en deze heb je wellicht op korte termijn wat meer aan. Dan kijk ik dus naar een 1-dollar, de 1-dollar. 38,39 en de 0,68 ligt bij de 1,96. Dan heb je nog die 0,786 en die 0,83 bij de 2,38 tot de 2,49. <coughs> Excuses. Um, ja, heb je hier bijvoorbeeld vragen over, zet het in de comments. Vergeet ook niet de social media van Boels en Beers te volgen. Kun je me ook van alles vragen. En ja, Jacco, oh, ik hoop dat je hier gewoon wat aan hebt en dat je hier verder mee komt, maar... Ja, zoals je ziet, het is een vrij dode coin. Er springt niet heel veel leven in, dus ik blijf er dan liever ook wel een beetje vanaf. Uh, als ik een andere aanvraag ga, die kwam van Zoe, dat was een SRM. SRM uh, kreeg ik best wel vaak aangevraagd, maar de laatste tijd gewoon een stuk minder. Terwijl je vrij mooie targets hebt, en ook deze houdt wel een be best wel goed zijn waarde. Hier ook weer. Dit is het risico eronder. Weer die opening scandal. En die opening die begint van een 10-dollar-cent. Dat is gewoon je risico. Je ziet ook die ruimte eronder. is allemaal risico, maar het punt waar je nu support vindt is precies het punt waar je hier ook die support vond om die grotere move te maken. Dus dat je hier support vindt is helemaal niet zo gek. En je ziet ook weer mooi, die levels. Hier ook weer dat je hier ergens resistance vindt en dat is exact. Ik zal hem even doortrekken. Oh, ik zag al een lijn. Ik zal hem even doortrekken. Hier hebben we die 0.6 en 8 lijn. Maar kijk, deze lijn die vloeit super mooi samen met de 0.382. Dus wij hier een aantal keer resistance vinden. Dus wellicht dat dat een target wordt. Ik ga met deze wel even kort zijn. Eerst, eerst weer je risico. Gewoon weten waarom je een stop loszet. Want als je geen stop hebt, kan je, kun je wellicht zo laag gaan. Een 85, 86 procent naar beneden. Naar die 10 dollar zijn. Allemaal mogelijk. Dit is gewoon een risico wat je onder je hebt liggen. Dus zet je geen stop los, ben je dat kwijt. En kunnen wij daar een positie pakken? Ik zal het weer even laten zien. Stel dat wij wel hier, of wij hebben hier een stop losgezet. En wij zien hier weer een mooie positie, omdat we hier deze candle hebben gevuld. En daar komt vaak een reactie uit. En als jij dan break even staat, hebben wij alweer 560% gemaakt. En daarom zetten wij een stop los. En vanuit die tijd ga jij dan weer verdienen. En uiteindelijk hebben wij dan al een paar keer winst gepakt. En zijn we al drie of vier of vijf of zes, zeven stappen verder. Dus probeer er echt mee te oefenen en te leren. En elke coin of elke. Ja, elke positie heb ik wel een iets andere stoploss. Uh, nu hebben we het risico gezien. En dan wil ik wel eens die target zien. Want super mooie plek. Hier kan je dus een vrij strakke stoploss onder zetten. Want de bodem is 5% onder je. Dan heb je de eerste target. Die 0.382 vanuit het kleinere ik zal straks weer die andere targets laten zien die iets betrouwbaarder zijn. Maar hier hebben we nu al wat aan gehad. Deze maanden, want ik heb hier winst kunnen pakken, hier winst kunnen pakken. En wellicht gaan we daar weer naartoe, dat level opzoeken. Bij die 1,15 dollar heb je toch weer over een 50%. Dan die 0,382, wat ik net liet zien. Een hele mooie samenvloeiing met uh, die lijn en resistenlijnen uit het verleden. Die 1,4142 heb je daar over ruimte van 84%. Wellicht dat het daar al klaar is. Maar mochten we hoog gaan... Dan is die 0,68 weer belangrijker bij de 1,84 En de 0,786 en die 0,83 bij de 2,14 tot de 2,22 Is toch een ruimte van bijna 200 En wat ik bij, dus bij die andere coins, hier zie je een groot square. Hier heb je die kennel die het echt naar beneden breekt. En dan krijg je deze target, waar we nog niet te ver aan hebben gehad. Maar dan heb je een uh, 133 Vloeit weer samen met die groene lijn uit het verleden. Oh. En dan heb je een 1,70 bij de 0,382. Waar je hier dat support vindt om die move te maken. Kom je nu onder waar je hier support had, kan je, als je eronder komt, kan het resistance worden. Dus weer een mooi level uitgelicht op Fibonacci. In 0,382 bij de 1,70. En dan heb je 0,68 bij de 2,31. Zo, heel veel succes ermee. Probeer een eigen plant mee te maken. Ik denk dat deze in de toekomst ook nog wel wat kan doen. Voornamelijk omdat het hier ook uh, weer een square achterlaat waar ik je ook wel, uh, tenminste daar kom ik straks misschien wel even bij silica mee. Maar je hebt zoveel coins en uh, er zijn natuurlijk heel veel nieuwe coins het afgelopen jaar, twee jaar bijgekomen. Iedereen zit de punten te meten hoe groot die ruimte is. Iedereen meet dit zeg maar. Voor als we weer naar die uh, naar die all -time high gaan, dan heb je het over 1600 procent. Kijk eens even naar alle altcoins die bijvoorbeeld in 2018 een uh, alt-time high hebben gemaakt en daarna eigenlijk nooit meer hoger zijn gekomen. Ik denk dat het ongeveer 90, 95% van alle altcoins is. Dus probeer je daar niet te erg aan vast te houden. Dat kan je alleen maar slechte beslissingen laten maken. Of je, je kan niet meer helder kijken daardoor. Als je een realistisch... Ik probeer je juist daar ook een realistisch beeld van te geven. Want niet alles gaat nu weer naar een nieuwe Altaarmaai. Wellicht dat we alleen maar met heel veel coins ook daar beneden blijven. Wat je ook bij heel veel altcoins ziet. Daar is ADA bijvoorbeeld weer een... Uitzondering van die heeft wel een nieuwe altijd meegemaakt, maar je hebt zoveel coins die dat niet hebben gedaan, dus pas ermee op. Maar goed, in de toekomst zie je wellicht dat je deze kan vullen en dat we de Fibonacci's vanuit hier gaan meten. Maar tot die tijd hebben we nu nog wat en kunnen we wellicht hier wat uithouden. Tenminste, hier wat winsten uithalen en een positie bouwen om die grotere moves een keer mee te maken. Wanneer dat is, weet niemand. Gaan we ook gewoon, ja, dat gaan we gewoon zien in de tussentijd? Maken we dus winsten, pakken we winsten en kunnen we verder gaan? Zo, hartstikke bedankt voor je aanvraag. Vergeet me niet te delen met al je vrienden en familie. Hartstikke bedankt daarvoor. Um, en de andere die ik kreeg was uh, Unify Protocol. Volgens mij Unify USD. Van Mark. Met de C. Heb ik die dan op Coinbase gekraken? Ik denk wel weer op Binance. Nee, niet op Binance. En dan had je inderdaad die gekke week. Die hebben we wel een paar keer naar beneden. Ja, hier was de laatste. Wellicht had ik die video dan hier, nou de video heb ik hier ergens gemaakt, want hier maak je die high. En hier wil je ergens posities vinden, maar het lukte niet. En je gaat gewoon weer eigenlijk naar het punt waar ik die gele lijn heb, dus waar je die square op vandaan haalt. En daar ben je dus precies op gekomen. Dus dan die Fibonacci's heb je dan, ja, je hebt er wel wat aan omdat je wellicht een positie kon proberen, maar je bent er doorheen gegaan en dan ga je weer naar die square. -up. Die square die vul je nu. Als ik dan de targets kijk, eerst je risico. Ik vergeet bijna risico. Want dit is niet supergezond natuurlijk, maar het is wel een wik wat het achterlaat. Heel veel wiks aan de onderkant die gevuld worden. We hebben ook wiks aan de bovenkant die gevuld kunnen worden. En je ziet ook hoe mooi het als eerste target twee keer heb geraakt, die 0,26. Maar eerst even je risico. Weer even naar deze bonen, waar we hier dus ook die Fibonacci van meten, de onderkant. Is 31%. Superveel. Dan heb je hier nog een square die gevuld kan worden, tot en met 2,46. dollar. heb je het over 61% wat er nog kan dalen van de prijs van nu. Daarom zet ik een stoploss hieronder, anders kan ik dat allemaal verliezen. In ieder geval die 30% om dit weer even te testen of dit wel een goede bodem was. Maar als ik daar naar boven ga kijken, dus stel ik vind die support, ik heb hier een mooie strakke stoploss onder en het houdt zijn support. En we gaan weer naar deze target, dan heb ik over een target van 109%, wellicht dat het daar gewoon klaar is, om deze square misschien weer te vullen. Maar gaan we echt die gekke wik vullen deze. Dan heb je de 0,382 bij de 18,57 en een 0,68 bij de 27,45 dollar. En dan nog dit stuk. Dan heb je toch een ruimte van 340%. Dat kan zomaar gebeuren. Het is een crypto schrek. Je ziet ook een lower high gecreëerd op dit gedeelte, ook wel weer fout. Maar het laat wel iets qua leven zien. Dus een eigen gigantische piercing. En je ziet het op alle exchanges en daarna blijf je het toch best wel behouden. Ik ga even kijken hoe die levels uitlopen als ik hem meer naar die kant trekken. En dan zie je dat die super mooi is. Want je krijgt hier resistance, hier is hier breek je er een en dan word je eigenlijk nou dit is niet geen support, maar je probeert weer naar boven te gaan. Weer resistance, weer resistance. Gewoon 1, 2, 3 groot gedeelte, 4, 5 keer resistance hier. En nu ga je, spring je in één keer omhoog die 100%, weer resistance, weer resistance. Als ik dan weer een level hoger ga kijken, die 0.382, dan zie je weer heel mooi. Je breekt die naar boven. Je valt. Ik zal het iets meer uitvergroten, En je valt steeds op die lijn. Dus die lijn is hier. Support. Want hier vind je support om de Altemai te maken. Hier vind je support om wellicht het level te behouden. Maar hier breek je er doorheen. Je ziet ook je breekt het. Je test het heel snel. En daarna zak je echt door de bodem kom je niet meer terug. Dus uh, deze twee fips staan, staan echt wel goed uh, met, met het verleden, eigenlijk, of zoals je kunt zien. Uh, ik denk dat ik hier wel vrij klaar mee ben. Ik hoop dat je het duidelijk beeld van hebt, Mark. En heel veel succes ermee. Het ziet er best wel funky en gek uit. Uh, Kava van Gansamania. En daar gaf je iets bij. Even kijken. Kava, USD. Kava dacht ik ook wel echt een leuke move mee te kunnen maken. En dan had je het over een stuk, een fracture van 20 juli tot en met 20 december. Ik neem aan 2022. Kijk, uh, 20 juli. Dat is hier. Tot en met... 22 of 20 december. Ik begrijp dan niet echt wat je bedoelt. Even kijken. Dan zal je wel dit, dit gedeelte bedoelen, inderdaad. Ik begrijp wel wat je bedoelt, ganse meningen. Ik zat net ook wat te zoeken, maar ik kwam er ook niet. Maar dit gedeelte. Dus dat zie jij hier, inderdaad. Het ziet er ook inderdaad vergelijkbaar uit. En dan zie je ook weer mooi dat het maar lower lows kan blijven maken. Totdat het uiteindelijk zijn support vindt om een move te kunnen maken. Maar je ziet hier ook weer. Ik zal even die brush uitzetten. Hier val je naar beneden. Je laat een wik achter. Die test je weer. Je vult het. Je blijft erboven hangen. Dus het lijkt hier wel wat meer support te houden. Alsnog heel goed wat je zegt, Gans Menia. Daardoor, die lower lows die kunnen gewoon gecreëerd blijven worden. Maar waar zal je dan eindigen? Bij die vorige keer eindig je dus hier. Bij die 1,15 dollar ongeveer. Dus dat is gelijk de low, nou nog, ja, een kleine low low op dit gedeelte. Je ziet hier ook mooi. Ja. Ik zou dit eigenlijk een beetje als plaatje houden. Mochten we een low low parken, dan zou ik naar die 1,15 dollar kijken. Maar mochten we hier dat support vinden. En dat is weer mooi van deze coin. Een super grote square. Deze prijsactie ging super snel. En zie je ook, hier gaat super snel, wordt weer helemaal goed gemaakt en daarna pas gaan we verder. Dus ik, technisch gezien, zou je dit eerst goed moeten maken om daarna weer verder te kunnen dalen. Niks moet, maar alles kan. Weer even naar die 0,382 bij de 2,37. Denk je zo eens, waar je hier ook al een keer bent geweest, is een 56%. Dan de 0,382 bij die WIK hier, waar je hier ook dat support vindt. Dat ligt bij die 2,99 even 3. 94%. En dan heb je de 0,68 bij de 3,4, eigenlijk bij de 4 dollar, bij de 160 procent. En dan heb je wellicht het grootste gedeelte goed gemaakt. Stel dat je daar nog hoger gaat, dan heb je hier die square helemaal gevuld bij de 4,75 tot de 4,93. Best wel een interessant iets. Ook ja, ik vind het fundamenteel best wel een goede coin. Bekijk ook de beschrijving van de video, daar heb ik altijd handige linkjes staan naar bijvoorbeeld wat KVA is, maar ook van coi Coimers is natuurlijk onze sponsor van de video. Coimers uh, heeft meer dan, 200 of meer, meer dan 160 coins waarin je kan traden. Je kan hem makkelijk met Ideal, dus een bitcoin, kopen. Dus geen gedoe met andere uh, exchanges waar je het naartoe moet overhevelen. Het is een Nederlands uh, bedrijf. Het zit ook in Nederland. Je hebt ook een fysieke winkel waar je meer informatie uit kan halen. Daarnaast hebben ze een stukje staking, earning. Niet een stukje, maar heel veel. Ik bekijk dat ook. Uh, daarnaast kun je... Ja, je kan Experimenteren met bots. Je kan er dus veel meer informatie. Het is een stukje learning. Maar ze zijn ook genomineerd voor Beste Crypto Broker 2022. Nou, als je net als mij uh, hun wil supporten, dan kun je de eerste negen punten op niet van toepassing zetten. En wie is de beste Crypto Broker van 2022 en de toekomst? Dat is natuurlijk Coimers in mijn ogen. Want zij supporten mij. Ik hoop dat jullie hun kunnen supporten. En zo hoop ik dit met z'n allen te kunnen groeien. Ik probeer zeg maar alle. Uh, referral links-inkomsten op te sparen. Mocht je dus een account maken via dat linkje, dan spaar ik het op. En dan ga ik de volgende, uh, volgende jaar in giveaways uh, uitgeven. Het staat nu nog op iets van 30 euro. Dus het is nog helemaal niks. Maar ik hoop dat allemaal te kunnen opsparen. En dat het een paar duizend euro wordt, zodat ik de leuke giveaways kan geven. Dus vind je dat leuk? Maak zeker een account aan en uh, uh, ja, support hen heel goed. Want zij supporten mij ook. Hartstikke bedankt, Coimers, voor het sponsoren van alle video's de komende maanden. En ik hoop jullie snel weer terug te zien. Even kijken. Dus vergeet niet dat linkje in de beschrijving het is gewoon een makkelijk linkje. En dat kan jij bijvoorbeeld ook weer doorgeven aan vrienden via een referral link in jouw account. En dan vinden je weer wat van aan jouw vrienden. Elke 100 euro die je stort, krijg jij dan een 10 euro. En je vriend krijgt een 10 euro. En zodoende hoop ik dat iedereen er wat aan hebt. Uh, Kava. Kava heb, uh, heb ik dus nu mooi naar boven gehaald. Dus ik weet waar ik mijn stop los heb. En Gansemania bedanken om dit stuk naar voren te halen. En ook deze coin aan te vragen. Voor de rest, natuurlijk, heel veel succes. Ben ik wat vergeten hierbij? Wat best zou kunnen. Zet het even in de comments. Uh, ik ga naar een andere aanvraag. Die kreeg ik van Liewe. Liewe die vraagt vaak een en GRT. En daar ben ik nog een paar kwijt. En deze keer vroeg Liewe GRT aan. GRT ben ik ook best wel favoriet van. Want hier begin je dus een beetje uit die downmove te breken. Je ziet die gigantische resistance lijn, daar begin je nu echt uit te kruipen. Dus hebben we hier dan ons support gevonden. Dit is ook weer zo'n mooi voorbeeld, wat ik dus net bij die coins gaf. Eigenlijk in het begin. Misschien moet ik... Die andere coins zaten hier ongeveer. En dan zei ik, die kunnen allemaal zakken tot en met die begin candle. Hier heb je dus zo'n super mooi voorbeeld, dat je de, gr uh, de GRT hebt. Die die hele candle, die openings candle hebt gevuld. De gelijk een mooi plaatje en het risico, dus wat je kan zien, ik weet heel even niet meer die coins, volgens mij was het een dent of gele MR, maar dus pas ermee op, uh, dit kan gewoon makkelijk gebeuren, weer even deze bodem testen, of er wel genoeg support zit, het lijkt nu wat meer support te houden, want op dit level hou je dus al maanden dat support, en als ik dan naar targets ga kijken, dan kan ik weer naar deze targets kijken, want daar heb ik al in het verleden nu wat mee gaat, aangaat en nu krijgen we wellicht nog meer kansen. Risk-reward-plek is goed, want je bodem zit op een 12%, en je eerste target, waar je dus al één keer bent geweest, op die kleinere VIP-targets, is bij een uh, 14, 15 dollar cent. Het is 50%. Dan zie je die rode moving average op de daily, de 200, samenvloeien met het 0,382. Super mooi. Weer een mooie target voor ons. is 89% bij de 18, 19 dollar cent. De 0.68 ligt hier op het kleine plaatje bij de 24, 15 dollar cent. En in 0.786 en in 0.833, waar je dus echt die candle hebt dat je naar beneden gaat, ligt tussen de 29 en de 30 dollar cent. Heb je het over een ruimte met een kleine vis van 200%? Supergoede aanvraag, liever. En deze houden we natuurlijk al een tijdje in de gaten, dus we weten deze ruimte. Dit zijn mijn andere targets. Dan pak ik gewoon even die hele leg. Want dan pak ik gewoon die laatste leg, wat ik dus ook in het begin zei. Dit vind ik betrouwbare, uh, betrouwbaardere uh, targets. Dan zie je ook dat die gele lijn, waar je hier sport support vindt, super mooi samenvloekt met die 0.68 bij de 33 dollar, 34 dollar cent. Dan zou mijn eerste target bij die 18, 19 dollar cent zijn. Je ziet ook weer dat die, dat die kleine VIP targets weer gelijk gaan met deze targets, 24 dollar cent, ook weer belangrijk. En als we daaruit zijn gekropen, dus deze VIP reeks hebben voldaan, kijken we weer naar deze. En dan zie je weer heel mooi dat dit level wordt uitgelicht. En dan weer de 0.382 bij deze square op. Dus zo kun je gewoon doorgaan en kun je naar de toekomst kijken om daar posities te vergroten, posities te verkopen. En zodoende hoop ik dat je gewoon een goed plan ermee hebt. Een heel mooi voorbeeld voor die coins die we net hebben besproken. Die dus nog niet meer naar de beginkendel zijn gegaan. Ik kom bij de uh, laatste, of tenminste bij de laatste paar coins. Ik wil nog een Silica doen en daarna doe ik nog drie coins die ik een beetje als potentie zie om te groeien. Heb je bijvoorbeeld coins die hier ook potentie hebben? Ik kreeg dat er kwam een beetje van uh, Jan 10, die, uh, die, die vroeg: heb je, heb je nog meer coins zoals QT? Want QT maakt natuurlijk een mooie coin. In mijn titel van de video voorspel ik een beetje mijn gedachten daarin. Uh, Silica, die kwam voor van Remco vandaag zelfs. Dus uh, Remco, ik ben er heel snel bij. En ik weet nu niet meer hoe lang ik bezig ben. <laughs> Even kijken. Silica, die gaat gewoon eigenlijk weer naar die supermooie wrist reward plek. Kan silica lager? Silica kan veel lager gaan. Want vorige keer vonden we hier het support om die grote move te maken. Dus dit is meteen mijn low-low en mijn risico als ik geen stop loss hier zet. Even kijken. Als we hier naartoe gaan, 50%. Dat is gewoon weer die 50% wat je dus overal zag, wat ik ook vaker naar, naar voren heb gehaald. En wat je dus ook die grote shorter. Uh, al, al, ...ook al een paar keer naar voren heb gehad. Dat maakt nog echt wel een keer door de helft kan. Maar vinden we je dat support... ...en ik heb hem vanuit hier, wellicht dat we iets meer hebben gefinetuned met deze... ...dan kijk ik weer naar deze targets. Want in principe heb ik daar één keer wat aan gehad, twee keer, bijna drie keer. Dus dat kan in de toekomst weer wat uh, voor targets geven... ...of wat betrouwbaarheid geven voor die targets. Dan heb je die eerste target op die 4,9 dollar zijn bij de 59%. En dan de 0.382 bij de 6.1-6.2 dollar cent. Ook weer samenvloeien met die rode moving average. En dat is het gedeelte waar je hier dus er niet meer naar boven komt, maar het resistance vindt om weer de bodem te breken. Dus een mooie target hier bij die 6.1-6.2 dollar cent. Heb je het over 100%? Moet ik daar nog hier naartoe gaan? Ja, we kunnen dan misschien nog naar de 0.68 gaan bij de, 8, bij de 8 dollar cent. En dan een echte pushje winnen tot en met die 10 dollar cent. <coughs> En dan kan je natuurlijk ook weer die hele leg gebruiken. Want dit zullen natuurlijk weer iets betrouwbare targets worden. En dan zou ik niet verder gaan dan dit. En dan zie je ook dat die 10 dollar cent hier bij de 0.382 weer een heel belangrijk level hebben. Net we 8 dollar cent. Hier zitten we bij de 7 dollar cent voor die 0.226. Uh, Remco, in ieder geval heel veel succes. Ik kan hier akkoord mee zijn omdat je best wel blijft hangen. Maar je is de reward plank omdat je weer deze bonen hebt opgezocht. Maar je hebt dus nog genoeg risico onder je. Wellicht dat je eerste level hier beneden bij die 2,2 dollar cent komt als je dit level breekt. kan ook natuurlijk het piercen, het tekenen dat we laag gaan, piercen, weer teruggaan, support vinden en dan die move maken. Dus pas er altijd mee op. In ieder geval Remco, hartstikke bedankt voor je aanvraag en natuurlijk een goed weekend. De drie coins die ik nog even wil doen vanuit mezelf. Uh, Maker heb ik altijd wel in de gaten gehouden, maakt een hele mooie move. Hoor ik nu eigenlijk helemaal niemand meer over. Nou weet ik helaas niet meer welke chart ik dan meer heb. Was dat dan deze? Nee. Wij doen bijna alles op Binance. Deze keer mooi niet. Ik kom er even niet snel op. En we dan kraken. Nou, ik kom, ik kom er gewoon even niet snel op. Maar goed, ik kom, ik kom er wel hoor. Eén minuut, één seconde. Maker. En dan ga ik gewoon naar Binance. Want daar hebben we wat meer historie. Bij, ja, bij Maker heb je dus ook een... Ik laat even die moves zien. Ook fundamenteel vind ik een vrij goede coin. Move van 1100%. En hier had je dus echt wel weer een mooie tijd om, om eigenlijk een positie te vragen. Maar je hebt hier een square opgevuld. En het is jammer dat ik hier een grafiek even niet kan vinden. Ik ga toch gewoon een hele zoeken. Excuses. Kan ik gewoon niet tegen als ik dan een grafiek heb gemaakt. En dat ik die dan niet meer kan terugvinden. Even kijken. We zijn bij de N. We moeten naar de M. Kijk, daar komen we. Kijk. Bij Maker had ik hier eigenlijk al de grote square. Die hebben we nu helemaal gevuld. Want we zijn helemaal tot en met die bodem gekomen. Waar je hier is. Dus, waar ik vaak ook nu dat die lower low maak. Die eerste lower low. Maar kijk even waar je bent gekomen. Ik zal hem even gewoon vanuit de, de punt pakken waar je echt bent gekomen. Dan zie je dat je vaak wat topjes en dergelijke eraf haalt. Maar je ziet hier heel mooi dat hij die, dat die, die resistance lijn pakt. Hij raakt hem al één keer. Dit stukje natuurlijk nog even iets lager gaan om de stoplossers eruit te halen. De stoplossers die hieronder stonden. En nu schiet je in één keer weg. Dus het lijkt hier ze support te hebben gevonden. En dat we nu naar de targets gaan kijken. En je laat hier een gekke uh, wik achter. En ik zit echt een beetje te kloden. Klooien. Uh, als ik dan naar de targets ga kijken. Even snel. Want ik koop niet in groen. Dat is wel even rood dat deze iets verder is gegroeid. Want deze groeide een paar dagen geleden. Toch weer een 26%. Uh, eerst even weer je risico dan. Want je bent 26% gegroeid. Dus dat zit je ook meteen. Je risico eronder is 23%, 25%. Als je dan in die eerste start kijkt, die 0.382, bij de 986 dollar heb je het over 27% vanaf de prijs van nu. Dan de 0.382, samenvloeien je met de Rode Moving Average, waar je al de hele tijd resistance van krijgt uh, de afgelopen maanden. Ligt bij de 1230 dollar. Heb je het over 60%? Dan heb je nog die 0,68 en 8 bij de 1600 dollar, 25. Dan heb je het toch over een ruimte van 110%? En ik vind het dus vrij goede coin. Dus ik zie ach, wel dat dit wel geraakt kan worden. En dan heb je ook weer, ik zal het maar even deze pakken: 0,6 en 8 hier. Vloeit weer mooi samen waar je hier eruit groeit. En hier het eerste resistance vindt. Je pierst het level, maar je vindt er daarna resistance door. Dus allemaal mooie levels waar ik hier winst kan pakken. En het ziet er dus wel iets rooskleurig uit bij deze. Um, de andere die ik wilde doen, die ik ook een paar keer naar voren heb gehaald, is RLC. En ook wel vaak van jullie als aanvraag krijgen. RLC die laat ook gewoon wel wat zien dat hij wat power heeft. Want kijk eens hoe mooi die dit doet. Hij maakt een higher high, een higher low, een higher high, een higher low. Gaan we nu dan weer die higher high maken bij de 0,5 of de 0,6 en 8? Of raken we weer die 0,382 en zijn we hier gewoon klaar? Maar je ziet dat je, heel mooi dat je ook door die moving average heen gaat. Eerst wil je er hierheen, lukt niet. Wil je er hier doorheen? Krijg je een stukje resistance? Uiteindelijk bounce je doorheen. Waar vind je dan weer resistance? Op de FIP en op die moving average, de groene. Resistance, probeer het doorheen. Je ziet dat wat resistance geeft, moeite heeft. En daarna breek je er weer doorheen. Probeer je die rode te breken. Je pierst het, je pierst het, je pierst het, je pierst het. Tekenen dat we naar boven willen gaan. Als we daar naar boven gaan. En dan heb ik eerst weer die kleine targets... waar ik hier nu al maanden wat aan heb gehad. Want ik heb hier winst te kunnen pakken, hier winst te kunnen pakken. En ook al weet niemand waar het naartoe gaat... toch heb Fibonacci een mooie target. Maar deze targets die hebben nu gewerkt. Dus dan, dan kijk ik naar mijn volgende target... die 0,5 zit. Ik moet toch wel iets meer die 0,5 naar voren halen. Omdat ik met die kleinere Fibs bezig ben. Maar die 0,5 zit bij de 2,14. Ik verwacht meer reactie bij de 0,6 en 8 altijd. En dat ligt bij de 2,50 tot 2,52. Zie je ook weer mooi dat punt waar je hier... Support vindt, resistance en dan breek je de bodem. Dus een heel mooi level. Dan 0,786 en 0,83 bij de $3 tot de $3,18. Omdat je dus die higher lows en higher highs aan het creëren bent, heb je dus weer dit risico eronder. Onder je. Dit is een 50%. Waar kijk ik dan voor entries? Want bij, uh, ja, eigenlijk moet je dat dus ook doen bij die coin waar ik net deed, want daar ben je ook wel iets meer gegroeid. Ik kan gewoon beginnen met Fibonacci. Maar ik zie hier dus al square ups. Dus het kan vanuit deze move zijn. En dan ben je nu dus al mooi bij die 0.6 en 8. Maar het liefst, ja het liefst, wat ik ook vaak zeg, als je een entry wil, wil je echt in het bloed zitten. Dus echt in het bloed bij deze zitten, is dat je deze trendlijn breekt. Dus of zo dicht mogelijk bij die trendlijn en dat je daar een stap los onder zet. Maar het liefst, als je een goede entry wil hebben, en dat is natuurlijk best wel een agressieve entry, wil je dat het een trendlijn breekt. En dat je hier dan ergens kan kopen, of nog wel licht lager. Want dan heb je in ieder geval even het risico eraf. En even uit die move. En dan kun je wellicht je opmaken voor een iets grotere move. Geen financieel advies nogmaals, maar het is meer hoe ik het doe. En ik koop gewoon liever veel lager. Ik heb liever positie van het hier. En natuurlijk, mijn verstandig geld gaat erin als het iets breekt. En dan pas in een retrace iets kunnen proberen. Dat heb je nu eigenlijk ook. Hè. Je breekt weer een level, je krijgt een retrace. Dus hier kom je wel weer op een mooie waar plek waar je hier wel een mooiste blos onder kan zetten. Onder die 1 dollar tot 1 dollar. Dat is even RLC. Een andere favoriet. En dit moet even weg. En natuurlijk kan je je targets natuurlijk weer verleggen. Want dit zijn de kleine targets. Want hier heb je weer die wik. En dan zie je ook weer mooi. Moet ik toch weer even naar boven halen. Dat deze targets belangrijker, betrouwbaarder zijn en groter zijn. Want hier raak je dus als eerste pas de 0,26 de 2,52 weer. Waar je hier dat support vindt, bij de 0,382, was er net volgens mij de 0,68. En, en hier weer een heel grote Square, waar je niet op terug bent gekomen, bij de 3,73$. Dat is even RSC, Een andere waar ik mee wil gaan eindigen is Algo. Is gewoon een favoriet, favorietje voor me, maar die laat ook wel gewoon even iets meer power zien. Want het houdt hier zijn support. Het begint nu echt wel tegen die FIPS uh, aan te beuken. Dus het laat tekenen zien dat je naar boven wilt gaan. Je komt boven die moving averages waar je support vindt. Hier eerst de rode moving average waar je mee samenvloeit: die is 46 dollar cent. Dan heb je de 0,68 bij de 57 dollar cent. En de 0,786 en de 0,83 bij de 67 dollar cent. Kijk ook eventjes bij je bitcoin kan. Want bij je bitcoin kan begin je ook boven die moving averages te breken. En moet ik heel even een betere chart pakken. Geef me weer even wat geduld. Maar je begint er voor het eerst weer boven te breken. Waar je dat ook al in het verleden een paar keer probeerde. Dus hier breek je er boven. er support op. Daarvoor ik verwacht nog wel iets dat we lager kunnen gaan. De support een beetje hier zou. En dan wellicht een move kunnen maken. Dus je breekt het support gaan. Breekt het support duurt heel lang, maar wel gaan. En nu ga je weer naar beneden. Maar dit is de eerste keer dus weer dat je sinds maanden weer buiten die moving averages komt. Dus eigenlijk vrij bent om te bewegen. En wellicht dat je dan deze square tegenover je bitcoin gaat vullen. En dan heb je toch nog over een ruimte van tegenover je bitcoin. Dit is het eerste waar ik naartoe ga. Hier wil ik een entry ergens. Een beetje bij die 1550 satoshis. Maar gaan we van het hier gelijk naar en 8, Bij die 28, 2900 satoshis is 50%. Supermooi. Ik hoop dat jullie wat in deze video hebben. Ik hoop dat jullie een leuk weekend hebben. En natuurlijk heel veel successen. Vergeet me niet te delen. Uh, zo help je mij groeien. Ik hoop jullie te helpen groeien. En zodoen hoop ik dat we met z'n allen knallende jaren gaan, uh, gaan krijgen. En uit de dramatijden komen. Uh, vergeet ook niet te abonneren. Alle social media van Boels en Beers help je mij enorm mee. En natuurlijk een account te maken bij CoinMerce. En te nomineren voor beste crypto broker. Ik hoop jullie snel weer terug te zien. Adios en veel succes.